Jip is er, klonk het bij hockeyclub Nado. Jip is Jip Jansen, 27 jaar, met het Nederlands hockeyteam Olympisch kampioen geworden. Strafcornerspecialist, nu spelend bij Kampong. Maar tot zijn 16e actief bij hockeyclub Nade. Voor veel leden van deze club is hij een groot voorbeeld en een idool. Hij was zaterdag weer even te gast bij zijn oude club voor een huldiging. En de belangstelling was dan ook groot. Hij werd eerst toegesproken door voorzitter Merle Akkerman. Je bent denk ik een inspiratie. Voor ons allemaal en helemaal voor de jeugd. En wat ook het mooie is, dat je iedere keer HC Naarden zit ook in je hart. Ook wethouder sport Jelme Kruijt was van de partij met een cadeautje namens de gemeente. Nu is het zo dat jij hier niet meer woont. En dat is een probleem. Want als je hier niet woont, dan kan ik jou ook geen officiële onderscheiding geven. Maar daar zijn we natuurlijk creatief in, dus ik heb iets anders meegenomen. Ik wil je graag deze, je mag het zelf eruit halen, deze gouden stick aanbieden namens de gemeente Gooise Meren. Van de club kreeg hij een trainingspak en een bidon, maar er was ook een heel bijzonder cadeau. Veld 1, het hoofdveld, draagt voortaan zijn naam. Dit met toestemming van de hoofdsponsor. Terugkomen hier is altijd als thuiskomen. Ik ben natuurlijk door de jaren een aantal keer terug geweest en ik werd altijd echt met open armen ontvangen. En hockeyclub Naarden zit nog steeds in mijn hart en het voelt ook nog steeds echt als een thuis. En het is mooi om te zien en te horen dat er weinig verandert op dat gebied. Dat het nog steeds zo'n mooie familieclub is. Dat waardes zijn dus die niet zomaar vergaan. In al dit gevoel schijnt een soort openingshandeling te hebben plaatsgevonden. En toen werd het tijd voor handtekeningen. En dat duurde wel even. Ondertussen werd het naambord op zijn plaats gehangen en nam dit jongetje het advies van Jip ter harte. Dromen beginnen hier.